All-Star. Ik ben er net al geweest naar de kerk. Nee, niet omdat ik zo gelovig ben, maar omdat er twee leuke kindjes, één leuk kindje, zijn communie doet. Zijn broer was er ook bij. En die wilde heel graag mij ontmoeten. Ik had dat ook al lang op de afspraak staan. Ik ken die mensen ook heel goed van TikTok. En ik dacht van, kom, laten we dat doen. Als je dan toch in de buurt is dat ze communie doen, dan kunnen we ook maar beter eens gaan kijken. Dichter kon het niet zijn. Het is bijna achter mijn hoek. Je hebt hier een kerk. Hoe die kerk precies noemt, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat kan ik nu niet zeggen. Maar, ja. Dus dat vond ik wel goed. Nu gaan we de taart gaan halen. De taart voor mijn grote held en Stefanie. Die bekend als Stef van TikTok. Dus dat gaan wij nu doen. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Wacht, we gaan extra geld meepakken, want we gaan ook nog een sticker kopen van het Rode Kruis. Doe ik ook trouwens ieder jaar het Rode Kruis stort geld geven. Dus dat gaan we dan doen. En dus gaan we geld meepakken natuurlijk, anders dan gaat dat niet lukken om een Rode Kruis sticker te kopen. Dus dat gaan we eventjes pakken. Wij zijn vertrokken naar de bakker. En we gaan eens kijken. Ik ben ook eens benieuwd wat de taart eigenlijk. Het is ook voor iedereen een verrassing. Voor mij is het een verrassing, ook een stukje omdat ik het wel zelf heb gecreëerd. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dat eruit ziet. Als je dat gecreëerd, het kan altijd zijn dat het er lelijk uitziet. Maar ja, het is een taart. Dus ik ben eens benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben blij dat ze dat zijn achteraf met de taart. Dus ik heb ook alle cadeautjes in huis, dus daar ben ik ook al heel de week ben bezig geweest om alle cadeaus te vinden. Dus ja, dat was ook niet gemakkelijk. Het zijn wel makkelijke personen daar nu van, maar het was moeilijk om de cadeautjes die ik in gedachten had om te kopen, omdat de meeste dingen die ik in mijn gedachten had niet te vinden waren. Dat heb je al een stukje kunnen zien in de video van het shop in Antwerpen, dat er niet te vinden was wat ik moest hebben. Dus ja, het was een beetje een catastrofe op dat vlak. Maar kijk, mijn zus is nu bezig thuis met de hapjes, dus daar hoef ik me al geen zorgen in te maken, want dan weet ik dat dat perfect gaat zijn en super lekker trouwens, dus daar maak ik mij totaal geen zorgen meer in. Dus ja. Dus dat komt helemaal goed. Jullie zijn zeker ook benieuwd naar de taart, hè? Dat zie ik aan jullie meisjes en oogjes. Ja, ik ook wel een beetje. Ik ben vooral benieuwd eigenlijk naar hoe ze gaan reageren en wat zij ervan vinden. Want ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik heb ook nog kaarsjes voor op de taart te zetten van een leeftijd dat ze allebei kunnen blazen. Dat vind ik belangrijk. Dat ze allebei een wens kunnen doen. Dus ja, het is alleen maar een leuke dag vandaag eigenlijk. Dus het is al heel de week heel leuk geweest. Dus dat kan niet beter zijn. De bakker. Dan sta je er nog langer te wachten natuurlijk, als het wat drukker is. We zijn er bijna. Ik vind het spannend, ik heb ook wel een klein beetje stress. Altijd wel wat, omdat ja, nieuwe mensen die je toch voor de eerste keer ziet, je kent ze wel via TikTok en via Facebook en zo van die allemaal. Ik weet niet, de social media dingen gaan opnoemen, maar als dat echt zover is, dan is het toch een beetje stress. Dus mijn haar nog fixen, zoals je kunt zien. Dus het is wel een beetje stress. Zo. Maar het is wel goed warm buiten. Het is goed weer. Het zal aanschuiven staan zijn, want ik zit er mevrouw ook aan het aanschuiven is. Dus het zal aanschuiven zijn. Dus spannend, 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 spannend. Kijk hoe de taart eruit ziet. En we gaan nu straks naar binnen, het is wat druk. Dus ik ben eens benieuwd hoe de taart gaat uitzien. Ik kom de taart halen van Bollard. Ja. Mama. Zo, ik heb de taart in mijn handen. Ja, nou goed. Ik heb de taart gezien, het is echt goed en fantastisch. Dus het kan niet beter zijn eigenlijk. Dus we gaan hem nu in de koelkast zetten. Het is zo heel lang. Ik heb hier plaats gemaakt in de koelkast, zodat je kan zien. En we gaan hem nu in de koelkast zetten. Stikken natuurlijk niet.
Hij past er net zo goed in. Hij mocht niet groter zijn dan dit. Hij past erin. Perfect, hè. Ik ben content. Doe ik vuurwerk bij en zo'n dingen allemaal. Dus dat komt helemaal goed, hè. Dus dat gaat lekker smaken. Zou ik Sil niet heten om weer eens een idee te hebben om te proberen om daar een ballon aan te hangen aan de voordeur. Dus we gaan het eens proberen. Anders hangen we er een papier aan. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Ik vrees ervoor, maar goed. Ik ga het toch eens proberen. Het is heel wind dat je misschien wel kunt horen of voelen. Zo. Ik moet zo willen hangen. Ik wil nog blijven hangen, dat is te laag. Dus ik ga het proberen. Het hangt wel, maar niet goed, want mijn lach is niet open. Dus dat gaat niet lukken. We gaan er een papier aan hangen. Dan maar, een papier. En mijn lach is even fixen. Wie er is eigenlijk, wie er al aangekomen is. Wie zou het kunnen zijn? Wie kan het zijn? Daar zijn. Je kent haar al. Zeer goed, hè. Je moet je niet meer voorstellen. Dat is de eerste die er is, hè. Dat is toch tof. En ik ben hier ook. Ja, je ziet het, mensen, dat zit een beetje rood. Ik weet ook niet of dat komt, maar ja, het zit ook een beetje dik, maar kijk. Was jij misschien terug in die pikuur gehad? Nee, nog niet, maar kijk, het zit dik. Maar hoe dat het komt, dat weet ik niet. Maar kijk, we kunnen het er alleen maar, dan weet ik dat mensen... Dan hoef je daar niet meer vragen over te stellen, want ik weet ook niet wat te antwoorden, want ik weet niet hoe het komt. Zo simpel is het. En mijn haar staat mooi recht. Ik heb mijn haar proberen recht te zetten. En nu zit wachten op de andere. Spannend haar. Heel spannend. Zijn er. Kijk, ze staat voor de deur. En ze stond voor de deur. Oh, dat ruikt lekker. Die ruikt echt super lekker. Die stond voor de deur. Die is gebeld. Ze komt eraan, hoor. Ze komt eraan. Ik had de kamer. Kijk, en hoe mooi het op de deur is eigenlijk, hè. Prachtig, toch? Prachtig daar, op staat te wachten. Nu komt ze eraan. Kom maar, kan je het allemaal dragen of moet ik helpen dragen? Je hebt iemand die kan afdragen. Ja, zwaar en alleen pas op mijn. Maar ik zag dat nog maar eens schatten. Hallo. Zo blij dat ik je zie. Ik ook. Moet er nog iets gedragen worden, anders gaan we even helpen. Hè. Ja. Zo. De kast kan kijken om te helpen, denk ik. Thank you.
Maar ik heb de zon besteld daar. Ik ben echt blij. Ik wist dat, hè. Dat zijn goede punten. Heb je een foto? Ja, waar? Zie. Ja. Met sneakers. Ik vind dat zo mooi. Ik had dat klaargelegd. Ja, ik ja, was het er eens? Ik heb een beetje de tips gegeven, want ik wist het niet. Wow. Jij wilt dat voor u tekenen? Ja, jij gaat tekenen. Ja. Wauw, merci schat. Er is een week aan bezig geweest, wat moet hij nu hebben? Wat kan ik kopen? Wat kan ik die geven? En ik zo, ja. Dank u wel, schat. Met plezier. Dat was mijn sleutel. Ik zie je, smijt ik het hier nog kapot op. Nee, dat was het nog niet. Dat is maar het begin. Zo. Die lag al heel lang te wachten op jou. Toen had je nog andere haar. Oh, wauw. Zeg. Ik ga mijn, ja. Mijn teken daarheen. Mijn held heeft een gouden haartje. Wat gaan we doen? Een echte superheld. Deze leef deed mij meteen aan u denken. Je kent ook een vechter als hem. I love you. Dat is graag gedaan. Wees, hè. En hij was het van 6 april, hè. Ja. Oh, dank je. Jij schrijft altijd van alles op, hè. Altijd. Hè. En ik dacht van, kijk. En er staat iets op, oh, kijk. Ja, ja. Het eerste papier is al gebruikt. Ja, klein. Ik ben altijd mensen die ik groter ben, hè. Maar ik ben klein. Hey. Hallo. Ja, dan moet ik ook nog een tje. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Ik heb de namen geleerd aan haar, hè. Ik heb gezegd dat is dat en dat en dat. Dat is wel leuk. Ja. Dankjewel. We hebben lang moeten zoeken. Ik ga er meedoen. Oh, leuk. Ja. Dankjewel. Oh, Laris. Lalees! Hier is het hartstikke. Mijn lievelingsdier. Mijn lievelingsdier. Zonder chihuahua, hè? Nee? Dat is mij opgedrongen door een vriendin. Die heeft mij zo een gegeven en dat was zoiets van... Tekenen is het wel, maar een unicorn, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Ja, dat kan ik nog net niet. Dat kon ik nog net niet. Ik heb ook altijd groot dat inderdaad niet de herders bij van mijn zo. Maar dat kun je niet meer. Ik heb daar zo half een land gelegen en is je dan van die hoeken moet ja. Ik zo ga je mij nooit meer vergeten. Oh, want dat is dat. Leuk, dat is graag gedaan. En die kun je helemaal opentrekken in zo'n kitje. Wat is dat? Ja, ze zeggen je moet opentrekken. Ja, ik trek dat kapot, garantie. Ja, dat is een lekker bij. Dat zou bij mij ook zo. Ik denk maar eens twee kanten. Ah, zo. Oh. Hoe nice is dat? Zeg, denk ik tegen oma. Ja. Heb je haar oma al eens gezien? Ja. Dat is een look like een oma, hè? Nee. Ik ga het niet voorlezen, maar ik ga blijven. Damn, zeg. Je moet dat voorlezen. Oh, liefste druifje. Een hele fijne verjaardag. Ik ben... heel blij dat ik het met jou mag meevieren. Bedankt om zo'n mooie, wijze, lieve en geduldige vriendin te zijn. I love you to the moon and back. Of nee, verder dan de maan. Let's make amazing memories. Dat is mooi. Dito. Is zelf gelopt. Wat? Ja, dat is zo'n diamond painting. Ik heb dat er straks nog aan toppen geweest.
hoe graaf is dat? Ik had dat graag willen doen, diamond painting. Zeg maar garantie dat het overal verspreid ligt. Ja. Want ik laat die potjes om de 5 voet vallen. Jij samen doen en dan heb je iemand gevonden. Dat je wat niet alleen doen. Ja, ik weet niet of dat dat wel lukt. Ik denk dat je aan zo'n schaam moet. I don't have the patience to do that, hè. Je ziet het, hè. Ik heb... Je mag alles zo goed liggen, hè. Je mag het lintje doorknippen. Oh, het is zo mooi ingepakt. Ik vind dat dan zonde, want dat is gewoon papier. Ja, hè. Ja. Het is echt mooi papier. Ja, echt, hè. Papier van bij de bonnen. Zeg jij het in pak papier? Ja, oké. Okay. En mijn vlinders, ik vind dat zo toepasselijk als mama. Ik heb vlinders. Ik heb alleen liggen. Daarmee dat ik dat kaartje op heb gepakt. Ik had wel één pak papier, maar... Dat is mooi. Dat, is papier. Papier. Ja. Dat kun je ook gebruiken, hè. Ja, dat is mooi. Dat is gelijk met een zoon als hij een baby was. Ik ga die zijn cadeautje, die bekijkt dat van dit dat is leuk. Die spelen met dat papier. Dus dat ook. Ja. Oh, let. Oh. Oh. En dat boekje is eigenlijk een klein boekje waar dat je dan op ieder papiertje kunt schrijven uw bucketlist. En als je dat gedaan hebt, gaat het schrijven. Vond dat niks van. Oh, en ondertekenen de kindjes, mijn alsje. Oh. De vrouw die met het leven met andere daglicht heeft toen inzien. Hoe je mij hebt geleerd dat eender welke tegenslag je ook nog tegenkomen je moet aanpakken als een strijder. Met veel liefde en positiviteit. Je hebt voor mij bevestigd dat ware vriendschap hier bestaat. Je bent een topvrouw op mijn gelijke. Ik hou je nog een leven van jou. Mijn alsje. Ik had mijn sabiet moeten schminken. Hè. Ik ben zo... Ja, zo verdoofd aan het geraken zo. Ik vind het niet meer aan. Ik wil wrijven, maar dan is je limiek op. Alles heeft mij doen inzien in alles, en dat hoort daar ook bij. Dat jij mijn veertje bent. Oh. Is dat maar lekker aan. Dat is op de tafel. Het is opgelost, ja. Het is opgelost. Ja, schat, ik leg de kippetjes erop. Dat gewoon tafel aan. Weet je? Ik denk dat is een goed idee. Ja. Kijk, die stroepen. Ik kan dat niet, mevrouw. Dat is met zijn opa toch zo? Raar, ik vond dat ook toch. Ik mis dat wel, maar ja. Ja, dat snap ik. Jij zegt, moest het niet zo geliefd op de avond. 92. Ja, dat is mooi, hè? Ik denk dat ik dat zo boek en al. Dat is goed, hè? Ja, dat heb je gedaan. Ik heb het heel goed gedaan, zo. Echt heel mooi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Natasha and Steph. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hoera. Hip hip hip. Hoera. Hip hip hip.
liever de pip. Hoera! Yay! En nu moet je met haar weer ondervraagd worden. Kijk eens mooi naar hier en zeg eens Istanbul. Istanbul. Oh. Oh, wacht eens. Mag ik hem halen? Moest ik kijken op de tuin, hè? Zijn jullie naast elkaar? We zitten nog naast elkaar, ik weet het maar. Hoe kijk je dan? Yeah! Yeah! Een leuke video, doe dan zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren en binnenkort zijn we weer. Tot ziens!